Ja, ik had wel een passie voor fotograferen. Ik zit natuurlijk wel in het vak, maar dan aan de andere kant. Ik sta altijd voor de camera in plaats van achter. Dus toen ik gevraagd werd voor het programma, was dat voor mij een hele uitdaging. Ik moest er wel heel even over nadenken, ook omdat ik dacht van ja, het gaat best wel veel tijd in zitten. Maar het was echt iets waarvan ik dacht voor het eerst, dit vind ik echt leuk om te doen. Nee, ik hoef niet per se een knop om te zetten. Wat ik wel merk is dat mijn ervaring als model voor de camera, dat ik dat heel goed kan gebruiken achter de camera. Vooral als ik met andere modellen moet werken of zou gaan werken. Ik vind het heel fijn om met licht te werken. Want ik weet zelf wat het mooiste licht voor mij is natuurlijk. En dat zie ik dan ook als ik met andere mensen moet werken. Dus in het begin was ik wel onzeker en een beetje zenuwachtig van, ja, ik bedoel, Marco, weet je, die kwam echt, die gooide termen om mijn oren, dat ik dacht van, ja, oké, en nu? Even googlen hoor, wat zei je nou net? Dus ja, en Humberto ook. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Pauline, die had een fotostudio. En weet je, iedereen was er echt wel heel erg mee bezig. En ik iets minder, Helene ook iets minder, want wij waren eigenlijk de enige twee personen die foto's nog steeds maakten met onze telefoon. Vooral Marco, die was echt heel erg behulpzaam naar mij toe. En bepaalde dingen die snapte ik gewoon echt nog niet. En dan ging hij me echt dingetjes uitleggen hoe je het beste bijvoorbeeld Lightroom kon gebruiken. En wat het beste was in Photoshop. En ja, en daar ben ik hem wel heel erg dankbaar voor. En het was ook echt zoals iemand een mooie foto had gemaakt. Dan zeiden we ook allemaal van wauw, dat is echt wel een tof beeld. En als die kut was, dan zeiden ze ook van ja, je hebt echt kutfoto gemaakt. Maar goed, de volgende keer beter. Wat ik een van de tofste dingen die ik vond om te doen was een portret maken van een dierbare. Het was een portret met mijn zusje. En mijn zusje is heel erg belangrijk voor mij. Dus ik vond het gewoon ja, heel erg bijzonder dat ik haar mocht en kon vastleggen. En ook voor dit programma. En dat ze ook mij de ruimte daarin gaf om dat te kunnen doen. Dat vond ik heel speciaal. Uiteindelijk vond ik de food shoot vond ik ook wel tof. Omdat, ik vond het in het begin helemaal niks. Dat, ja, ik dacht echt, ik vind het gewoon echt kut. Ja, eten, fotograferen en dan. Ja, en iedereen was helemaal blij. Oh, eten! Ik dacht, ja, zijn jullie nou allemaal serieus? Of doen jullie het nou gewoon voor tv? Maar achteraf vond ik het leuk om decoratie erbij te doen, dus een stukje styling, weet je. En dan komt toch weer het model in mij naar boven, die dan weer met styling bezig is en met setting. En ja, ik hou ervan om echt creatief bezig te zijn en niet alleen maar een foto maken omdat de foto goed moet zijn. Ik wil wel overal een beetje de controle over hebben. Ja, als je de mogelijkheid hebt tot een 600 of een 400 mm lens, gebruik een AMB, want het levert wel mooie plaatjes op. Ga 's ochtends vroeg, zo vroeg mogelijk, als de zon een beetje op begint te komen, want dan zijn de dieren het meest actief. Als je bijvoorbeeld echt wilt gaan fotograferen, koningspaarden bijvoorbeeld, of een verdwaalde koe, whatever. Dan zou ik het 's ochtends vroeg doen, dan zijn ze heel erg actief. En dat vind ik eigenlijk persoonlijk ook het mooiste licht. Ja, tip van Humberto, blijf heel stil. Maak geen geluid. Voel je één met de natuur. Ja. Yeah.